Goedemiddag allemaal. Vandaag twee keynotes. Vanmorgen was door een expert. En ik wist twee maanden geleden nog niet wat My Research Portal was. Dus ik denk dat we gelijk de belangrijkste mededeling of conclusie hier hebben. In twee maanden ben je er zo goed in dat je er een keynote over kan geven. Ja? Het is heel eenvoudig. Nou, ik ben dus van de Universiteit Utrecht en Stirling University. En dit is allemaal vrij nieuw voor mij, dus ik probeer in ieder geval vast te houden aan wat ik wel een beetje ken. En dat is ons onderzoeksmodel, als je een paper schrijft, dan heb je een probleem, daar zoek je een theorie bij om het probleem te verklaren en vervolgens ga je kijken of die theorie enigszins hout steekt. Dus, het probleem. Ik ben ongeveer 2 jaar geleden gepromoveerd en toen dacht ik, omdat ik wat samenwerking had gehad met Dans, het is leuk om een boekje naar Peter Doorn, directeur van Dans, te sturen. En ik kreeg een briefje van Peter terug. Beste Richard, proficiat met je promotie en het mooie proefschrift. Helaas kan ik niet bij de plechtigheid zijn, maar hier bij een presentje waarvan ik hoop dat je het zelf niet hebt aangeschaft. Dank ook voor de opdracht voor in het boek. Als je nog data hebt die niet in het dansarchief zitten, wil je dan zo vriendelijk zijn die up te loaden? Goed, Peter. Nou, als de directeur van Dans je vraagt om data te deponeren, dan doe je dat natuurlijk de week erop. Behalve dat de directeur je dat vraagt, zijn er nog veel andere goede redenen om dat te doen. Als je data niet deponeert, kan iemand anders jouw onderzoek niet repliceren. Ik verzamel zelf historische data, hoeveel stoommachines waren er in de 19e eeuw in Zeeland, dat soort dingen. En wellicht is er iemand die dat voor andere provincies wil doen of andere tijden. Als je de data niet deponeert, kunnen er ook geen vergelijkende studies plaatsvinden. Dus iemand misschien in Engeland die wil kijken wat de invloed van stoomkracht op sociale mobiliteit is, die zou voor landen vergelijkende studie dubbel werk moeten doen. Nou, dat zijn allemaal wetenschappelijke argumenten waarom het belangrijk is om je data te deponeren. Maar er zijn ook maatschappelijke. Dus vanmorgen werd er op gewezen dat de consumenten, dat zijn eigenlijk het publiek. Zij betalen via belasting voor wat wij doen. Dus op het moment dat je het publiek afsluit van de data, dan zeg je eigenlijk van, het kost zoveel, maar ik geef u er niks voor terug. Daarnaast is het dus, aangezien die wetenschappelijke doelen niet gehaald kunnen worden, inefficiënt gebruik van het geld. Het probleem is alleen dat mensen ervaren het als veel werk. Ik heb mijn datasets, maar die moet ik dan misschien nog schoner maken. En wat heb ik er eigenlijk aan? Want ik heb mijn publicaties al gedaan. Het zou wel moeten, maar wat levert het mij nou op? Bovendien, als ik mijn data in Easy zet, dan is er misschien een slimme onderzoeker die nog een andere publicatie misschrijft die ik zelf had willen schrijven. In mijn geval geldt dat niet, maar was voor mij de urgentie belangrijker. Andere dingen zijn gewoon dringender. Je moet je publicaties herzien, revise en resubmit. Daarna ben je gepromoveerd, dus dan moet je een VENI-voorstel schrijven. Dat is echt iets urgenter. En één heel belangrijk ding als je op een universiteit werkt. Datasets mailen niet over problemen met opdrachten. Studenten wel. Ja, dus dat is... Even kijken. Nou, ik denk dat we tot een onderzoeksvraag zijn gekomen. En dat is, op welke wijze bevordert My Research Portal het deponeren van data? Oké, terug naar de cyclus. Probleem hebben we. Wat voor theorie kunnen we toepassen? Nou, het gaat hier duidelijk om een collectief goed. Nou, wat kenmerkt een collectief goed? Het is iets voor iedereen. En ten tweede, als je het gebruikt, daalt het niet in waarde. Denk bijvoorbeeld aan een dijk. Iedereen heeft er nut van. Als we hem gebruiken als dijk, dan wordt hij niet minder. Maar er is een ander naar kenmerk. Voor een individu is het niet rationeel om bij te dragen aan dat collectieve goed. Deze heb ik gisteravond genomen. Natuurlijk ligt er bij ons in de wijk ook sneeuw. En je ziet
mensen vinden het wel belangrijk om niet... Ik sta hier op dat ding te... om niet te... Ik was bij een sessie over augmented reality, dus dan... maar zo werkt het toch niet. Mensen vinden het wel belangrijk om 's ochtends om 6:30 niet op een snuffer te gaan, maar dat de buren dat doen, dat boeit niet. En denk maar niet, zo van ja, maar als ik het doe, dan doet een ander het ook. Want het gebeurt echt niet. En zeg maar, ik ben zo'n sukkel die dat dan doet van dit is bij mij voor thuis, maar het werkt dus niet. Dit probleem is natuurlijk niet nieuw. Sterker nog, het is een prachtig boek van Mancur Olsen, Collective Action. En die zegt, nou weet je, dit soort problemen hebben we heel vaak en dat kun je oplossen met incentives. Denk bijvoorbeeld aan een, vakbond. Zeg maar, iedereen, hoe meer mensen daar lid van zijn, des te meer power hebben ze. Maar ja, je moet geld betalen en zo. Dus dat zie je vaak als je lid wordt van een vakbond, dan krijg je allemaal extra dingen. Je krijgt korting op dit, je krijgt korting op dat. En hoewel ANWB natuurlijk een soort van commerciële organisatie is, zie je ook het publieke goed van waar je ook langs de kant van de weg staat. Het is heel fijn als jij geholpen wordt. En de ANWB die heeft dat goed begrepen. Dit is van hun website. En je ziet voordeel voor ANWB-leden, voordeelindicator, zoek in alle voordelen en aanbevolen voordelen. Ja, dus zij zien hoe belangrijk die incentives zijn voor het publieke goed. Nou, terug naar de hypothese. Hoe kunnen we die afleiden? De theorie zegt dus dat als je incentives hebt, dat die de bijdrage aan een collectief, de kans op bijdrage aan een collectief goed vergroten. Bijkomende veronderstelling, My Research Portal biedt onderzoekers incentives. Dus dan hebben we een mooie hypothese, My Research Portal leidt ertoe dat er meer onderzoekers hun data zullen deponeren. Maar zult u zeggen, dat is wel even een flinke bijkomende veronderstelling. We kunnen alles wel veronderstellen, maak dat maar eens hard. Nou, toen ik vroeg, wat is My Research Portal dan? Toen kreeg ik een waslijst van een kwartier aan woorden over mij heen van wat het allemaal kon. Geweldig, maar wat ik er aan over heb gehouden is eigenlijk gewoon een App Store. Of een Android Market. Ja, dus je hebt je mobiele telefoon in en denkt van, hey, dat is handig. Dan zoek je daarin en dan heb je een applicatie die doet wat jij wil. Bijvoorbeeld, de My Research Portal geeft je een DAI, een Digital Author Identifier. En dat is een soort barcode voor onderzoekers. Dus iedereen krijgt zometeen een serienummer. Dat voelt een beetje eng. Ik moest zelf denken aan van die koeien met van die gele oortags, weet je wel. En, maar het is eigenlijk heel handig. Zo had ik laatst iemand gezien op een presentatie en die wilde ik uitnodigen voor mijn eigen congres. Haar naam is Jane Hunter en excuses aan de eerste keynote-spreker. En zij is een stuk populairder, want zij heeft 111 miljoen hits. Of misschien toch niet, want zeg maar, deze Jane Hunter die lijkt iets te doen op een universiteit. Dit lijkt toch echt iets heel anders te zijn. Maar wat voor mij heel verwarrend was, is dat er zijn een aantal Jane Hunters die dus iets met universiteiten doen en zo. Dus hoe weet ik nou welke de goede is? Als je je digital identifier op je slide zet, ik weet niet, ik ga nu niet terugscrollen, maar ik had hem erop gezet, dan is het dus heel eenvoudig om de juiste persoon terug te vinden. Wat voor u misschien veel interessanter is, is dat je al je output kunt linken aan die unieke identifier. Dus alles wat je ooit gepresenteerd hebt, ik doe net alsof ik 40 jaar in het vak zit, maar voor u zeg maar, alles wat u ooit gepresenteerd heeft, alle papers die u heeft geschreven, dat wordt allemaal gelinkt aan die ene identifier. En om proef op de som te nemen, dit is de Narcissus website, dit is mijn DAI, ik vul hem in en geen 111 miljoen hits, one out of one. En als je daar dan op klikt, dan zie je zeg maar mijn naam, wat mijn keywords zijn, waar ik me mee bezig hou, en mijn lange lijst van onderzoek. Is dat nou ingewikkeld? Sorry? Mijn kijker?
Nee, nee, nee. Dit is, sorry. Zeg maar, als je... Gaat die nu door? Of, even kijken. Dus dit is gewoon... dit betekent dat als je op deze die zoekt, dat er eigenlijk maar één iemand is die... ja, zeg maar, die die heeft. En dat ben ik dus. Ja? Dus, ja. Nou, mijn moeder zit niet in de wetenschap. Even kijken. Goed. Nee, het gaat niet over de hits, inderdaad. Nee, het was niet... nu snap ik hem. Nou, zo'n die, is dat nou moeilijk om te maken? Nou, dat valt reuze mee. En ik zal u laten zien dat het meevalt. Ik werd begeleid in deze door Maurice van de Feesten. En ik zei, ja, maar hoe moet dat dan? Hij zei, nou, ga maar naar de website. Dus je vult een URL in. En op magische wijze wist de website van welke universiteit ik afkwam. Voor mij magische wijze, ik weet, voor u is dat logisch hoe dat werkt. Ik moest inloggen. En ik dacht, ja, maar moet ik zeker login maken? Nee, je logt gewoon in met je, in mijn geval, Solus ID. Dus wat je iedere dag doet om bij je werk in te loggen, dat vul je in. Dan klik je op oké. Nou, dan krijg je dit scherm, een beetje introductie. Maar ja, ik ben nooit zo van het lezen, dus ik zag hier al gelijk, enter your die. Ja, maar die moet ik nou juist hebben, weet je wel. Dan staat hij hieronder van, ja, maar bent u niet toevallig Seideman, dokter RL? En die informatie die komt uit Narcis. Wat blijkt, Narcis maakt dus al dies voor ons, zonder dat je daar eigenlijk van af weet. Ja? Maar dat is dus heel handig, want dan klik je hier op van, ja, ik ben Seideman, dokter RL. En bladibla, hier is uw die. Nou, dat was dus in 3 stappen uw die. En nu kan ik mijn moeder mailen van, nou, kijk mam, al mijn output staat daar. Goed. Een tweede toevoeging, publicaties. Al je publicaties onder handbereik in de My Research Portal. Hier zie je zeg maar al mijn publicaties, de lange, lange, lange lijst. Wat veel belangrijker is, al je publicaties zijn open access. Ik zal gelijk naar voren komen. Ik heb 8 publicaties. 2 daarvan waren in open access tijdschriften. En die andere 6 niet. En dat wil ik wel heel graag. Maar ik denk van ja, dus, vanmorgen werd al iets gezegd over Elsevier en zo. En ik van ja, dat wordt nooit wat. Ik heb een e-mail gestuurd met dit zijn mijn publicaties. Binnen 3 dagen, u kunt het waarschijnlijk niet lezen, maar 8 december. Al deze e-mails zijn er van 8 december. En 1 e-mail laat ik even zien. Hij zegt van... dear researcher, the PDF version of the following publication has recently been archived in Igitur, yada yada yada. Open access. Ja? Dit is zeg maar niet... dit is van Cambridge University Press. Dus als je die mensen benadert met dit soort dingen, dan zijn ze kennelijk heel welwillend. Een aantal mensen waren... Dus al deze publicaties zijn nu open access. 2 niet. Eentje was van, misschien, nou, er zijn dus 2 tijdschriften die dat niet hebben gedaan, maar daar mag je dan de laatste versie van online zetten, wat ontzettend nadelig is voor hun, want de laatste versie is zeg maar de versie waarin je als onderzoek aangeeft, nee, jullie hebben alle getallen verkeerd geoutlined en waarom hebben jullie deze tabel helemaal weggelaten, weet je wel. Nou, die staat nu dus online als reclame voor dat blad. Dan de datasets, want nog een gadget. Is een mogelijkheid om je datasets te deponeren. Nou, ik pak even deze erbij. Ik heb nu hier een overzichtje van de datasets die ik gedeponeerd heb. En ik ga u beweren dat het deponeren van een dataset even moeilijk is als deze koffie halen. Deze koffie, vanmorgen gehaald, bij een bekend internationaal koffiehuis op Utrecht Centraal. Gaat als volgt. Hallo, wie bent u? Ja, Richard. Oké, dan wordt dat op die beker geschreven. Wat wil je? Koffie, cappuccino. Klein, middel of groot? Nou, doe maar middel. Extra shot erbij. Decaf? Nee, ik vraag een extra shot. Wilt u volle melk? Nee, of mager? Suikerslagroom, hoef ik allemaal niet. Wilt u hem hierop drinken? Nee, meenemen? Oké, pin of contant.
En dit zijn niet, ik heb opgelet, het zijn niet altijd de vragen die ze stellen. Soms laten ze vragen weg, maar soms vragen ze ook, wil je een rietje bij, wil je een extra bekerhouder? Wil je een publicatie, een dataset deponeren via My Research Portal? Moet je je naam invullen. Je moet hem een titel geven, een beschrijving van wat ongeveer is, een datum. Of iemand anders de data mag gebruiken of niet. Nou, je moet het natuurlijk uploaden. Wie is je publiek? In mijn geval sociologen en historici. Je moet één keer de licentie doorlezen. Ja, want als je daarna deponeert en de licentie is niet veranderd, hoef je dat dus niet meer te doen. En je moet de voorwaarden accepteren. Dus als je de licentie één keer hebt doorgelezen, is het eigenlijk minder werk dan deze koffie bestellen. Ik ben enigszins zenuwachtig, dus kom op. Nou, om te laten zien dat ik hier niet sta te liegen, mijn naam, een titel, een beschrijving van de dataset, de data wanneer die zeg maar aan is gemaakt, je bestand uploaden, wie is het publiek voor jouw dataset en yes, I accept the terms. En klaar ben je. En dus nogmaals, het is geen grapje, 2 maanden geleden wist ik niet wat een My Research Portal was. En al met al heeft het mij, dus het hele proces van het deponeren van de data, een week gekost. Ja, om alles in orde te maken. En dat zit hem dus niet in het uploaden van de datasets, maar dat zit hem in het zorgen dat je je data goed op orde hebt. En daar ga ik mee eindigen met dat punt. Eerst nog de vierde gadget die ik wil toelichten, de verrijkte publicatie. Wat is een verrijkte publicatie? Nou, een verrijkte publicatie is een gewone publicatie, alleen er wordt een persistent identifier aangehangen. Dat betekent dat je op het web altijd jouw publicatie kunt vinden. Dus als uitgevers met elkaar mergen of ze nemen een andere website, via de persistent identifier is jouw artikel altijd daar te vinden. Vervolgens wordt dat paper gelinkt met data, als je dat wil natuurlijk. En die data die hebben ook een persistent identifier. Dus van mijn verrijkte publicatie kun je zien waar die is, maar ook met welke datasets die gemaakt is. En als je erop klikt, dan ga je gelijk naar Dans Easy en kun je de dataset downloaden. Uiteraard is er een link naar mijn DAI. Voor onderzoekers, dit is echt geweldig. Ken je dat je zeg maar je variabelen echt super goed beschrijft met alle technische moeilijkheden die er zijn? En dat je stuurt het op en dan krijg je zo van conditionally accepted. Zo van ja, wel goed paper, alleen die technische beschrijvingen die moeten er gewoon uit. Omdat het niet zo interessant is voor ons publiek. Wat betekent dat je onderzoek niet meer repliceerbaar is? Nou, dat zet je nu dus gewoon voortaan in een rapport en dat rapport link je aan je publicatie. En tot slot, je kan de relaties tussen al deze elementen aanleggen. Dus ook de dataset die je hebt verzameld en misschien voor een andere publicatie gebruikt, dat kun je gewoon linken. Nou, dan krijg je iets dat er zo uitziet. Dit is zeg maar een soort folder waarin de verrijkte publicatie zit. Dit zijn datasets. Als je daar dus op klikt, dan ga je naar Dans Easy en kun je mijn dataset downloaden. Dit is een presentatie die ik ooit gegeven heb over dit paper. En dit is mijn DAI, niet die van mijn moeder. Dus, het ging over de bijkomende veronderstelling. Nou, Incentives My Research Portal, je krijgt een DAI, publicaties kun je super makkelijk open access maken, data deponeren, verrijkte publicatie. En dan zijn er ook nog, voor mensen die al veel met online tools werken, allerlei mogelijkheden om dingen te implementeren, zoals buienradar of Google Translate. Oké, nou, de bijkomende veronderstellingen hebben we nu gehad. Dan moeten we nu de hypothese toetsen. En dus de empirische evidentie. Nou, inmiddels, ik werk dus met historische data, huwelijksakten. Censusdata komen nu vrij, echt miljoenen. Vandaag is de N1, en dat is namelijk mijn N. Resultaat in 2 maanden tijd, dus van helemaal niks weten tot vandaag. 4 gedeponeerde datasets. 4 open access publicaties, waarvan 2 met nare opmerkingen aan de uitgevers van tijdschriften. 1 verrijkte publicatie. En
Ik moest mijn VENI-voorstel schrijven. En dat is heel belangrijk, want je moet nu 750 woorden wijden aan. En wat kunnen anderen er nou mee? Nou, ik heb natuurlijk wel even gezegd dat ik meedeed aan deze pilot. Ja. Dus, ik zou zeggen, hypothese bevestigd. Beste Peter, dank voor het aardige presentje voor mijn proefschrift. Het heeft even geduurd, maar met behulp van de My Research Portal staan de datasets nu in Easy. Vriendelijke groeten, Richard. Oké, ja, Peter is helaas niet, maar het briefje gaat op de post. Probleem, theorie, empirische evidentie, maar het is een cyclus, dus ik wil toch ook even het nieuwe problemen neerleggen. Dit is een pilot en het werkt fantastisch. Alleen, wie is er verantwoordelijk, niet om zeg maar, dit project te continueren qua financiën, maar om nieuwe financiers te zoeken. Dus hoe gaan we dit project nou werkelijkheid maken? En hoe wordt dit aan de man gebracht bij instellingen? Dus wie zegt tegen mijn baas, die jongen moet dat voortaan altijd doen. Ja, en daar betaal je hem voor. En het tweede punt is, en dat werd vanmorgen ook al aangeraakt. Ik krijg van mijn werk dure licenties van SP6 Stata. Alleen als ik met iemand in Zuid-Amerika wil werken en we hebben het echt over open source en samenwerking over de wereld, dan heeft het geen nut om dat soort data neer te zetten, want zij kunnen de programma's niet runnen die ik gebruik. Dus leg ik hier de vraag neer, moeten we naar R? Het is een open source software om regressies te runnen. Een ander punt, en dat is geen vraag, maar dat moet gewoon gebeuren. Ik ben tijd kwijtgeraakt, omdat ik mijn data, die had ik voor mezelf op orde, maar een ander moet het ook begrijpen. En dat betekent dat je voortaan, als je onderzoek doet, je altijd van je brondata in je syntaxfiles één geheel moet kunnen maken, dat als je op knop drukt, dat de resultaten uit het onderzoeksartikel gelijk zijn met de resultaten die je hebt gedeponeerd. Dus niet alleen de syntax deponeren, maar het moet ook gewoon echt vlekkeloos op elkaar aansluiten. En daarvoor is onderwijs en data workflow nodig. Dus dit is mijn oproep aan u. Dan wil ik heel veel dank zeggen aan alle mensen die mij in de afgelopen 2 maanden hebben geholpen. Ik ben zelf Formule 1-fan en vandaag voel ik me een klein beetje Michael Schumacher. Maar u ziet ook alle mensen die het mogelijk maken dat je dit moment beleeft. Dit zijn namen. En wat ik ongelooflijk vind, deze mensen zijn van verschillende organisaties die dus vlekkeloos hebben samengewerkt. Ik kreeg alleen e-mails met van, Richard, je moet even dit doen. Maar ik zat stiekem in de cc'tjes te kijken. En die gingen dan op en neer tussen Den Haag, Utrecht, Surf, Dans, KNOW. Echt super bedankt. En in het bijzonder, Martin Feijen, Annemiek van der Kuil, Maurice van der Feesten. En ik weet zeker, na de borrel gaat u zelf aan de slag met deze URL's. Dank u wel. Thank you.